Vandaag in het Weertelandsjournaal. De bouwlocaties voor de vaste lovens optochtwagens lijken een onzekere toekomst te hebben. De islamitische gemeenschap in Weert biedt daar hulp aan de mensen in het rampgebied van de aardbevingen in Turkije en Syrië. En voetbalclub SV Laar bouwt aan de toekomst door te blijven investeren in goede opleidingen. De vastelovens komt eraan. Vele carnavalsgroepen leggen de laatste hand aan hun wagen zo vlak voor de grote optocht te beginnen. Maar of er volgend jaar nog zoveel groepen aan de start van de optocht kunnen verschijnen, dat is de vraag. Er is in 2016 een gebruikersovereenkomst door de gemeente Weert met ons afgesloten voor de duur van 10 jaar. Dus aflopend 2026. Echter, de gemeente heeft ons afgelopen jaar in de zomer te kennen gegeven dat ze gebruik willen maken van een regel in deze gebruikersovereenkomst. En zodat ze eigenlijk vroegtijdig ons eruit willen hebben. Nou, in 2016 hebben we een overeenkomst gesloten met Stichting Bouwloods voor een periode van 10 jaar. Deze loopt dus in 2026 af en deze wordt niet verlengd. Dat is ook in overeenkomst aangegeven. Nou is het zo dat op deze locatie voor het grootste gedeelte gebruik wordt gemaakt door de veiligheidsregio. En deze veiligheidsregio heeft plannen om hier in de toekomst een opleidingscentrum, een regionaal opleidingscentrum, te gaan realiseren. En dat wordt nou onderzocht. Dus het is niet zo dat op dit perceel woningbouwplannen gerealiseerd worden. Het is de laatste jaren steeds moeilijker gebleken voor bouwende optochtverenigingen om een geschikte locatie te vinden. Waar voorheen het bedrijfsleven of af en toe een boer in de omgeving ruimte beschikbaar stelde, is gebleken dat het nagenoeg niet meer te doen is, niet meer voorhanden is. Er wordt eigenlijk wel voortdurend wordt er gekeken naar een bouwlocatie. Ook de gemeente Weert heeft ons eigenlijk het advies gegeven om uit te kijken naar een andere locatie. Eventueel een bouwwerk van de gemeente, maar ja, die zijn erg schaars. Ik moet er ook bij vertellen, wij hebben daar verder nog niet met de gemeente over gesproken. Het is wel de bedoeling dat we dat gaan doen. We willen een gesprek met het college van BMW. We willen een open uitnodiging sturen waar we ook de gemeenteraad ervan in kennis stellen. Zodat we in ieder geval tot een fatsoenlijke oplossing kunnen komen. Ja, er is gekeken door de gemeente naar vervangende locaties. Alleen zijn er geen geschikte CQ-vervangende locaties gevonden. En dat is ook aangegeven aan Stichting Bouwloods. Het is alleen zo dat er eigenlijk het culturele erfgoed van Weert op de tocht staat. We weten op dit moment dat het aantal optochtdeelnemers aanmerkelijk veel kleiner is dan de laatste jaren, dan wat we gewend waren in ieder geval. En mocht deze ruimte verdwijnen, dan zou dat wel eens de nekslag kunnen betekenen voor de hele optocht van de Weerter binnenstad. Nou, de vastelovensoptocht in Weert is een hele mooie traditie, waar mooie grote wagens aan meedoen, maar vooral ook veel knauwel te zien is, zoals we dat in Weert noemen, en veel kolder. Het heeft een rijke diversiteit en wij zijn ervan overtuigd dat de creativiteit van alle deelnemers van de optocht ervoor zorgt dat er altijd een vastelovensoptocht in Weert zal blijven zijn. Nou, vastelovens, zoals we dat in Weert noemen, is ontzettend belangrijk. Het is een van onze oudste volkstradities. Wordt enorm enthousiast gevierd. Vinden wij ook heel erg belangrijk in Weert. En we zijn er ook trots op dat wij in 2024 het stokje mogen overnemen van Keulen. Om als cultuurstad benoemd te worden door de Närrische Europese Gemeinschaft. Nou, de gemeente denkt proactief mee over de optocht en over de problematiek rondom de locatie voor de wagenbouwende partijen. En het is aan alle partijen, dus de wagenbouwende partijen en de gemeente, om hierin samen proactief met elkaar op te trekken. Het carnavalshart blijft in ieder geval branden. Alleen
Hetgene wat je op de straat kunt brengen, dat zal vele malen kleiner zijn. En dat is toch, denk ik, waar heel veel mensen thuis voor van de bank afkomen. De Bosuil is genomineerd voor de Limburgse Popprijs. Dat zijn ze in de categorie Beste Limburgse Muziekorganisatie. De Limburgse Popprijzen zijn jaarlijks terugkerende awards die worden uitgereikt aan Limburgse acts, artiesten, ondernemers en organisaties die in dat jaar de meest significante bijdrage hebben geleverd aan de Limburgse popmuziek. Een externe commissie bestaande uit muziekprofessionals bepaalt uiteindelijk wie van de inzendingen in de top 3 terechtkomen. Acts, artiesten, ondernemers en organisaties uit deze top 3 maken kans op een award en geldprijzen. Zo'n 50 tot 60 meter diep, zo ver in de grond komen de putten die de landmacht heeft geslagen in de Weerter en Budelenbergen. Twee putten liggen aan de Geuzendijk, eentje ligt nabij het AZC in Budel. Bij brand kan de brandweer hier snel veel water uit de grond halen. Zo'n 90 kub water per uur moet haalbaar zijn. De militairen die zich druk hebben gemaakt met deze putten doen het over de hele wereld. Van Afghanistan tot Roemenië en van Emmen tot in Weert. In Café de Tramhalt opende deze week de Koldergalerie. Na de carnaval worden de werken geveild die daar aan de muur hangen. Op carnavalswoensdag gaan de stukken naar de hoogste bieders toe. De opbrengst daarvan gaat naar kunstenaars en organisatie van de Koldergalerie. De opbrengsten van de 5 duurste werken gaan naar de voedselbank. De Koldergalerie is zichtbaar tot 22 januari in Café de Tramhalt. En ook onder de Boshoverbrug is kunst te vinden. Daar hebben Weerter kunstenaar Gart Smits en Budelnaar Jasper Brix samen met Antwerpse collega's een aantal dagen hard gewerkt. In het prachtstuk is onder andere piraterij zichtbaar. Wie de Sulfolkweg Zuid pakt, rijdt vanzelf langs het kunstwerk. Afgelopen maandag vonden er in Turkije en Syrië een deel vreselijke aardbevingen plaats. Meer dan 20.000 doden zijn er onder het puin van ingestorte dorpen en steden gevonden. Gelukkig worden er ook mensen levend uit het puin gehaald. Zo ook een meisje van 19 uit Weert. Hebben wel iets van gehoord, ikzelf. Maar hoe het met haar op het moment gaat, weet ik helaas niet. We hopen alleen maar dat het goed gaat met haar. Meer kan ik daarover helaas niet zeggen. De islamitische gemeenschap in Weert biedt daar hulp aan de mensen in het rampgebied. Wij verzamelen voor de getroffen gebieden in Turkije en Syrië. Daar verzamelen wij voor. We hebben eerst de dag heel moeilijk contact kunnen nemen, want er waren die internetverbindingen en de stroom waren allemaal uit. We hebben via kunnen sommige dingen vernemen. Nu, een paar dagen dus later, hebben wij pas echt iets kunnen horen van onze kennissen en families daar. Wij hebben op de eerste blik gezegd kleding, dikke mond, regenjassen, dikke jassen en dikke truien en zo natuurlijk. Gewoon kleding, verwarmingselementen en telefoonspullen zoals powerbook, opladers, want die mensen hebben dat echt nodig. En babyspullen hebben ze op de Turkse nieuws gezegd, dat we ook babyspullen aan het verzamelen zijn nu. En dekens, ontzettend veel hebben ze daar behoefte aan. Wat wij tot nu toe ingezameld hebben, is gisteravond 4 pallets of 5 pallets naar Venlo gegaan. Daar hadden ze een vrachtwagen, plek in een vrachtwagen die rechtstreeks naar Turkije rijdt. En wat we vanaf vandaag inzamelen, gaat met per vracht naar Vliegveld en daaruit gaan ze met vliegtuig naar Turkije. Ja, hartverscheurend. We waren eigenlijk helemaal in shock toen we dat hoorden. We hebben allemaal daar kennis en familie. Dus het was, we zijn heel diep geraakt. Ook gechoqueerd, we waren verlamd eigenlijk ikzelf toen ik die beelden zag. Want ik kom zelf uit die getroffen gebied, uit Antakya, Hatay, provincie Hatay. We hebben allemaal families daar en toen wij zagen hoe groot de schade en de puinhoop was, we waren echt letterlijk verlamd. Wij wisten niet wat wij moesten doen. Heel diep geraakt. Diep geraakt. Ik begon te huilen. Ik wist niet wat ik moest doen.
Het is echt heel moeilijk. Om je, kun je je voorstellen dat je eigen gezin onder de puinhoop zit daar. Ik zeg van, gelukkig, wij zitten heel goed. Maar ik probeerde mezelf in die situatie van die mensen te zetten. Ja. Hoe erg het is. Op zondag 5 februari vond in Heel het Kinjer Vastelovend Liedjesfestival plaats. Met haar nummer De Vastelovens Druimenvanger bemachtigde de 12-jarige Weertse Noah Veldrop de derde plaats. In Weird FM Takeaway spraken we haar vlak nadat ze te horen had gekregen dat ze een plaatje op het podium had gewonnen. Nou, ik had echt geen verwachting eigenlijk, want ja, iedereen was eigenlijk wel even goed en alle liedjes werden nog veranderd in de Marathon Studio, dus ik had eigenlijk geen verwachtingen. Ja, het was echt heel erg leuk. Het was echt heel erg leuk. Het nummer gaat er eigenlijk over dat vastelovend een grote druimenvanger is en dat je al je zorgen met vastelovend kan vergeten. SV Laar doet het fantastisch. Vorig jaar werd het ongeslagen kampioen en ook dit jaar doet het niet onverdienstelijk in de derde klasse. Vier bovenaan prijken de mannen in het oranje op stoom voor een nieuw kampioenschap en promotie. En de club zet ook andere stappen richting de toekomst. Ja, uitstekend op zich. Hè? Ik bedoel, als je 8 punten los staat in derde klasse en je komt van vierde ongeslagen, dan hebben we eigenlijk gewoon met pech een gelijkspel moeten accepteren, zal ik dat zo zeggen. Dus in principe doen we het heel goed, maar we hebben nog niks gehaald, ja, behalve een periode. Dus we hebben nu sowieso nog 4 maanden te gaan. En tussen nu en april is het wel bepalend om te weten waar we echt staan. Maar er zijn genoeg sterke teams in onze reeks die het ons echt moeilijk maken. En ook zelfs ambitieus zijn om hogerop te gaan voetballen. Dus er is nog niks gebeurd. We moeten nog keihard werken om vooruit te gaan. We hebben bekendgemaakt dat wij de staf van de selectie hebben verlengd. In ieder geval Johnny Peluso als trainer voor Laar 1 en Frans Horion als keeperstrainer. Ja, een solide basis is gewoon super belangrijk. We zijn een aantal jaren geleden zijn we begonnen aan een traject. Dat zijn we samen aangegaan. En dat willen we ook heel graag samen afmaken. Corona heeft even wat roet in het eten gegooid tussendoor. En we zijn een hele mooie weg ingeslagen. We zijn letterlijk en figuurlijk aan het bouwen aan SV Laar. Zul je daar ook zien bij de kantine. En ja, we hebben hele mooie stappen gezet. En we zijn nog niet klaar. Het is een initiatief wat gezamenlijk ontstaat. Hè. Wat ik al zei, dit traject zijn we al een aantal jaren geleden ingeslagen met elkaar. We wilden echt een stabiele basis creëren en daarin samen stappen zetten. En wat je merkt is dat zowel de staf als wat we neer hebben gezet binnen Laar met voetbalzaken en dergelijke, dat het elkaar heel, heel goed versterkt. En het is een soort van vliegwiel wat aanstaat en we maken elkaar alleen maar beter. En ja, we zijn nog niet klaar, dus we gaan er vrolijk verder samen. De resultaten blijven niet onopgemerkt en Johnny doet het natuurlijk fantastisch goed. Een geweldige veldtrainer, een goede coach. Ik heb ooit gezegd, in de voetballerij, hè, geen enkele coach is beter dan zijn materiaal. En dat moet natuurlijk ook wel gezegd worden. We hebben een fantastische groep met allemaal jonge jongens. Allemaal groot geworden bij SV Laar. En dat is natuurlijk ook wel een onderdeel van de sleutel van het succes. Maar wat ik al net zei, het is de samenhang van alles wat op dit moment alle successen samen maakt. En ja, de resultaten blijven niet onopgemerkt. Dus ook de hoofdtrainer zal ongetwijfeld aan getrokken worden. Dat was nu al het geval, maar gelukkig is hij nog een jaartje bij ons. Ik heb niet echt een einddoel. Ik wil zo hoog mogelijk proberen te geraken. Of op een gegeven moment gewoon, ja, like nu ben ik ook al 4 jaar hier. Hè, om dan zo ergens op een hoger niveau te kunnen trainen. Maar in ieder geval, ik wil wel hogerop gaan proberen te trainen, ja, als ik die kans krijg. Het enthousiasme is groot, de aandacht is aanwezig. De betrokkenheid is ook groot. Hè. Dus ik sta hier training te geven samen met Volkert bij de 13-1. Ja, hij verzorgt trouwens ook de techniektraining voor de jeugd. Dus je ziet dat er gewoon een hele gezonde, jonge groep is. Zowel in het bestuur als in de commissies. En ja, iedereen wil graag daar onderdeel van uitmaken van het succesverhaal. Dus dat merk je echt wel.